En ze snappen echt niks van de evoluties. Al die mensen die me zogenaamd niet zagen. Alles met disrespect bezig waren. Zoveel misbruik en verwaarlozing, echt niet goed. Zoveel mishandeling. Niet goed mensen behandelen. Gewoon mijn naam kapot maken, karaktermoord, gewoon slenderen. Setups, complot, alles. Alles maar om dingen te slopen. Ondertussen doen alsof ze met goed zijn, alsof ze met God zijn, alsof ze goed zijn. Mensen gaan mijn positie zien waarvan ze niet eens wisten dat ik daar zou kunnen komen. Ik doe niet aan hiërarchie. Iedereen is hetzelfde dan. Mensen denken dat ze groter zijn dan mij. Ik ben bijna 2 meter. Mijn energie die gaat veel verder dan dat. Alles wat ik verdiend heb, dat krijg ik gewoon. God is degene die uitdeelt. Duivel die verleidt en misleidt jullie alleen maar. Iedereen die wou het snelle jellen, het snelle geld, toch? Mensen gaan vragen stellen. Steeds meer mensen zullen vragen gaan stellen en de juiste vragen gaan stellen. Heel veel mensen zullen weten waar ik mee bezig ben. Waarom ik dingen aan het doen ben. Alle vragen gaan vanzelf beantwoord worden. Die vragen die nergens om gaan, of die vragen dat ze alleen maar aan het vissen zijn, daarna zelf kunnen doen alsof het hun antwoorden zijn. En ze gaan er niks meer van snappen zometeen, met een bek vol tanden. Ze kunnen hun eigen tong inslikken straks. God heeft me geïsoleerd, niet jullie ofzo. De jullie was er voor mij nergens omheen te gaan, dat is wat anders. Al die smerigheid, al die verhaaltjes verzinnen, is het goed om deze maanden de deur niet uit te gaan. Vanaf augustus, hè. Maar ik heb niemand nodig. Ik hoef ook niemand en niks meer verantwoordelijkheid af te leggen. Uiteindelijk blijven we toch doorgaan. We gaan dieper, we gaan verder. We gaan daar waar God ons mij wil hebben. En mensen mogen boos zijn op de groei, maar ze zijn zelf alleen maar aan het krimpen. Ze zijn hunzelf tekort aan het doen. Envy. Niemand mag verder komen. Niemand mag groter worden dan ze, hoe groot hun denken dat ze zijn. Alleen maar met hun vriendjes politiek ergens weten te komen. Zijn ze nog omringd door het kwaad ook, omdat ze zelf het kwaad zijn. En daarom resoneren ze zo goed met elkaar. Ik heb genoeg sabotage ervaren. Dat wat er aankomt, mensen kunnen het niet fantaseren. Je straf zal komen, net als dat voor sommige mensen de blessing zullen komen. Dat niemand geblest via mij wil worden, dat is echt hun probleem. Stenen gooien, armen verstoppen. Niemand die zijn mond open trok. Niemand die anonieme melding maakte bij politie bijvoorbeeld. Als iedereen waar ik goed voor was dat gedaan had, dan hadden er wel 1000 meldingen moeten binnenkomen. En een tijdje is alles over. Weet ik waar ik sta, weet ik wie er met me staat, wie er naast me staat, wie er achter me staat. Of wie er voor me komt staan wanneer ik bescherming nodig heb. En dat die zogenaamde familie niet kon zijn, dat vrienden niet konden zijn. Oude bekenden, dat ik geen goede buren heb. Dat internet waar iedereen doet alsof ze spiritueel, 5D, hoger bewustzijn. Dat niks en niemand is hun probleem nu. Gewoon hatelijk dat iemand wel bij zichzelf kan blijven. Niet mee wil doen met die smerigheid van dat hele zooitje.
En dat ik wel bij de Most High kan zijn en dat jullie God allemaal opgegeven hebben. Allee, alles en iedereen. Whatever, je hoeft niet eens meer op je knieën. Je sorry koop ik niks voor. Sommigen die zullen straf krijgen, dat is echt niet normaal. En als dat moet komen met hun Judgment Day, prima. Oost wat je zei. En dat jullie alleen maar rotte eieren overal, is dat wat je krijgt ook. Niemand die bij geloof kon blijven, niemand die bij zichzelf kon zijn. Niemand die voor een ander daar kon zijn. Nee, elkaar het hoofd boven water houden. Ik ben tenminste dankbaar met wie ik ben, wat ik gekregen heb. God heeft me gegeven wat ik aan kon. Blijkbaar kon ik heel veel aan als je ziet hoeveel haters er om me heen verzameld zijn. Hoeveel ik heb mogen aankaarten wat gewoon bij die vieze olievlek hoort. En blijven jullie maar lekker wijzen naar elites waar je niet kan bijkomen. En ik wil hier met het onkruid bezig. Oké, onkruid is geen onkruid. Jullie zijn fucking onkruid. Jullie zijn ongewenst, zoals zevenblad. En elke keer als die grasmaaier eroverheen gaat, groeit het weer terug. En die wortels eruit trekken. Maar het kwaad zit zo diep. Dat het vanzelf alweer op andere plekken groeit, omdat andere mensen het lichter weghouden. Het donker, het duister in leven willen houden hier. Ja. Het is niet alleen machtsmisbruik, het is gewoon fucking illegale praktijken wat bezig is geweest. Al die slangen en ratten, dat hoort allemaal ontslagen te worden, hun pensioen hoort afgepakt te worden, sommigen die horen in de gevangenis te zitten. Zeker wat bezig is geweest met poging tot moord, want dat is het gewoon. He, dat het niet lukt, is weer wat anders. Niet gelukt is weer wat anders. Allemaal jullie kleine inbrengertje hierin, maar wat doet het grotere geheel? Eén mug. Geprikt worden. Dan heb je een beetje jeuk. Wat als er duizenden muggen jou komen prikken? En die vampieren als muggen dat ze zijn, ze kunnen maar zo'n klein beetje bloed stelen. Ze kunnen maar zo'n klein beetje energie stelen. Het was zoveel dat ze de puzzelstukjes moesten verdelen onder andere mensen. Nee, God heeft mij anders gemaakt, dat is mij nou wel duidelijk. Jullie zijn allemaal hetzelfde. En jullie willen ook allemaal hetzelfde zijn. Uiteindelijk breek ik alles. Hey, die Pandora's box moest open. Zodat het niet veilig daar in die box zat, maar zodat het uitgeroeid kon worden door het licht hier. Gaan mensen allemaal rondlopen met een bouwlamp. We denken dat dat iets doet. Lichtje schijnen in het licht. Zet je licht aan in het donker en dan wordt er zicht, dan wordt er wat zichtbaar. Denken overal controle over te hebben, denken dat ze zelf God zijn ofzo, dan heb je geen God in je leven. En je kan medeschepper zijn, maar alles wat als heks in de kerk verdwaald rondloopt, denken dat ze er verstopt zitten ofzo. En je kan bidden wat je wil, hoop hebben wat je wil. Doen alsof je gelovig bent, maar het doet allemaal niks wanneer je van alles op je kerfstok hebt. Eigenlijk mag je allemaal je hart op die weegschaal neerleggen. Sommigen van jullie hebben aan 1000 veertjes te weinig. Mijn beloning komt vanzelf wel. Gaat voorbij blessings, dat gaat om verwend worden zometeen. Als de wereld van mij is en iedereen denkt alles af te pakken, terwijl ik alles met iedereen zou delen. Die straf komt ook bovenop jullie. Niet alleen mij tegengehouden, maar tegengehouden wie ik allemaal had kunnen helpen in deze tijd al. En ik praat niet over mensen weghouden van de vaccinaties. Dat is ook weer één grote brainfuck. Net als dat mensen weer op hun oversterfte van alles gooien omdat ze niks van de babyboom snappen.
allemaal een hemelticket weggegooid. En dat je niet gelooft in de hemel wil niet zeggen dat het er niet is. En als je niet gelooft in de hemel, ben je al iets aan het weggooien. Eén grote beproeving. Voor wat geloven al die gelovigen in Jezus? En jullie zullen de Most High vanzelf tegenkomen.